Beste ouders, beste leerlingen, even voorstellen, ik ben Bart Koenen, leerkracht fysica en klassenleraar van 6 techniekwetenschappen. Ik ga proberen om u aan de hand van deze prezi informatie te verschaffen omtrent onze studierichting. Als u achteraf toch nog vragen zou hebben, mag u mij gerust contacteren via Smart School of telefonisch. Techniekwetenschappen, afgekort TW, behoort tot het studiegebied chemie. Om u een idee te geven wat techniek wetenschappen inhoudt, nemen we er even de lessentabellen bij van de tweede en de derde graad. Eerst en vooral ziet u dat zowel in het derde als het vierde jaar 5 uur wiskunde wordt gegeven. De leerinhouden van het vak wiskunde in TW komen overeen met ASO-studierichtingen met 5 uur wiskunde. Wat u ook meteen opvalt, zijn het aantal uren wetenschappen. Voor biologie komt dit neer op 1 uur theorie en 1 uur labo, voor chemie op 2 uur theorie en 2 uur labo, en voor fysica eveneens 2 uur theorie, ondersteund door 2 uur labo. Juist dit bepaalt de eigenheid van de studierichting techniekwetenschappen. Leerlingen voeren zelf een labo uit, gaan zelf aan de slag met het experimenteren, en vanuit die ervaring wordt de cursus opgebouwd. Dit in tegenstelling tot wetenschappelijke richtingen uit het ASO die abstracter te werk gaan en waar het aantal labo's beperkt is. Ook goed om weten is dat de normen voor de taalvakken binnen techniekwetenschappen lager liggen dan in ASO-richtingen. Je hoeft echt geen talenknobbel te hebben om succesvol te zijn binnen TW. Het talenpakket is dus duidelijk minder, hoewel dit niet direct weerspiegeld wordt in het aantal uren Frans, Engels of Nederlands. Dezelfde trend zie je terug in de derde graad. Veel wiskunde, 6 uur zelfs, en veel wetenschappen. Wat ook opvalt, is dat er telkens staat toegepaste biologie, toegepaste chemie en toegepaste fysica. Meer en meer wordt de link gelegd met de praktijk en de actualiteit. Getuige daarvan de talrijke excursies waarvan ik u straks een klein overzicht geef. Samenvattend kan je zeggen, ben je geïnteresseerd in wetenschappen, goed in wiskunde, maar heb je geen talenknobbel, maar wil je sowieso verder studeren na het zesde jaar, dan is techniekwetenschappen misschien wel de studierichting voor jou. Waar leggen we de lat voor de leerlingen van het zesde jaar? Wel, het is de bedoeling dat de middelmatige student een professionele bachelor aan de hogeschool aan kan. De betere leerlingen van de klas kiezen soms zelfs voor een academische bachelor en master aan de universiteit. Een aantal leerlingen die eerst een professionele bachelor volgden, behalen via een schakeljaar alsnog de graad van master. Laat je echter niet afschrikken door de T van TSO. Techniekwetenschappen is absoluut een doorstroomrichting, net zoals de wetenschapsrichtingen van het ASO. Het onderscheid zit hem dus vooral in het aantal labouren en het feit dat de leerlingen leren door te experimenteren. We werken ook in kleinere groepen, zodat het makkelijker wordt om de leerlingen te begeleiden en te coachen. Dat wetenschap iets is voor nerds is al lang achterhaald. Science is hartstikke cool. Wordt de opbouw van de wetenschappelijke kennis sterk ondersteund door excursies. We gaan op bezoek bij brouwerij van Steenbergen, de verbrandingsoven van Balgroeke, een windturbine van EcoPower. We gaan workshops uitoefenen aan de hogeschool, bezoeken ArcelorMittal en het studiecentrum voor kernenergie in Mol. Bovendien organiseren we ook steeds een studiereis naar Londen of Berlijn. Luister naar het advies van de klassenraad. Die zal je vertellen of je het juiste profiel hebt om techniekwetenschapper te worden. Ziezo. Hopelijk heeft u een idee gekregen van de studierichting techniekwetenschappen. Nogmaals, als u vragen heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren. Succes met je studiekeuze.